Wij zijn te lax geworden over de zomer. Wij hebben het niet gezien. We dachten dat er geen probleem is. En ik denk dat het probleem sinds gisteravond voor iedereen weer heel duidelijk is. Ja, ik vind vooral dat we moeten stoppen met te zeggen, wij doen het voor de mensen in de zorg die zich ter plette werken. Wij doen het voor de IC-bedden of de gewone opnamecapaciteit. Waar we het voor doen is voor mensen die ziek zijn en de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ja, denkt u aan iemand die u kent met chronische pijn en die nieuwe hulp nodig heeft? Of denkt u aan iemand, een kankerpatiënt die u kent en die dringend chemotherapie of een operatie nodig heeft die anders risico loopt uitgesteld te worden? 20-40% van de zorg zijn reeds afgeschaald door Nederland in het gemiddelde. Dus we willen voorkomen dat nog meer zorg die hard nodig is voor iemand die u goed kent, dat die uitgesteld wordt.